Goed, jullie hebben deze week uh, wederom een tekening van mij gekregen als huiswerk. Uh, het is een tekening van een opbergkastje. Uh, dit is de PDF van de tekening. En uh, je had hier kunnen zien dat uh, in de hoek, in de stempel, want daar beginnen we altijd mee, uh, dat het een opbergkastje is, want dat staat in de tekst. Je ziet ook twee schalen, één op één, dat zijn uh, schalen van de doorsneden. En de details en 1 op 10 is de schaal van de overzichtstekening. Overzichtstekening die vind je hier linksboven in de hoek. En daar had je ook kunnen zien um, dat, je, dat er een, uh, een detail is. Dat, dat zie je omdat het een doorgetrokken soort van uh, 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 lijnen met twee cirkels zijn. Dus dat betekent dat je hier. Een groter aanzicht van gaat zien in de tekening. Dat er een horizontale doorsnede is. En op twee, om twee tal twee plekken. Eentje op ter hoogte van de lade. Hier zit een lade in. Dat zie ik aan het greepje. En hier zit, je, zit er een deurtje met een paneeltje in. Een horizontale doorsnede. Verder nog een overlangse doorsnede. Doorsnede D. En een verticaal doorsnede. Ze nou, dus hebben hier wat hoofdmaten bijgezet. Als je dan gaat kijken naar, begin maar gewoon bij A, doorsnede A. Dat is dus een horizontale doorsnede van de la. Uh, dat is dus uh, deze doorsnede, op deze plek. Dan zien we dus hier een uh, achterwand, die zit geschroefd in een sponning. Twee zijkanten, met aan de voorkant een herlijst. En uh, we zien hier de lade. In de lade zit een uh, verbinding aan de voorkant, dat kun je hier uh, lastig zien wat het is, maar in de andere doorsnede gaan we zien dadelijk dat daar een, uh, een zwaluwstaart in zit. En hier zit een inkrozing in de, in de zijkant van de la en de verbinding tussen, de, tussen het achter, achterstuk van de la en de, het zijstuk is dus een inkrozing. Stippellijnen die je hier ziet, dat zijn uh, deuvels. Die, de onderkant met de zijkant verbindt. Dat ga je straks in andere doorsneden zien. Goed, de andere horizontale doorsnede de doorsnede B, die kon je hier vinden. En dan zie je dus eigenlijk hetzelfde rompje, hè? Sponning, achterwand vastgeschroefd. En aan de voorkant zie je dat er een deurtje in zit. Dus het is gewoon een andere plek van waar je hem doorsnijdt. Nou, ook hier zie je stippellijnen. Hier hebben ze die duivels niet getekend, omdat die dus juist, uh, omdat die duivels dus hier zitten, dus niet in de bodem, maar in een raamwerkje wat onder je lade zit. Dus om de regel vast te zetten, zitten de duivels. En hier zie je die dus niet meer, want hier zie je de stippellijn van de plint die eronder zit. Dat zie je hier in de doorsnede. Goed, dat is doorsnede B. Doorsnede D is overlangse doorsnede, dus als het ware de voorkant van de kast. Die kon je hier zien, de voorkant van de kast. En daar tegenaan hebben ze de detail van C getekend. Dus dat is gewoon de voorkant van de kast. Voorkant kast. En hier binnenzijde van de kast. Doorsnede D. Zie we dus hier, door, uh, aanzicht C hier hebben we nog over doorsnede E. Dat is de verticale doorsnede. Dus ik kijk tegen de zijkant van de kast. En hier zie je eigenlijk heel duidelijk dat er een laakconstructie zit, dat er een deurtje ingehangen is met een paneeltje erin. En hier bodem van de kast. Dus dek, bodem, achterstuk. Achterwand, uh, excuses. Hier zie je nog dat die achterwand in de sponning zit. Nou, hier is die dus gewoon de tegenaan geschroefd. Dus ze hebben alles korter gemaakt. He, dus dus in deze, op deze lijn van, van de, de achterwand zit dus dat regeltje, zodat je hem daar gewoon de tegenaan kan schroeven. Verder nog iets bijzonders is, is dat de plint aan de achterkant smaller gemaakt is. Dus er zit hier ruimte onder uh, de vloer en de plint. Terwijl hier rust hij gewoon op de grond. Er zitten lamello's in om die plint met elkaar te verbinden. Nou dan heb ik uh, een beetje wel algemene uitleg wel een beetje gegeven. Dus dan gaan we gewoon... Uh, Lekker beginnen met de toets. En dan ga ik net als vorige keer gewoon vraag voor vraag behandelen. Ik heb ook ter ondersteuning nog een sketchup model. Um, om even te laten zien. Die heb ik eigenlijk met opzet even nu niet gestuurd naar jullie. Omdat ik, uh, het, goed, het leek me goed om voor de, voor de kennistoets nog één keertje zonder zo'n model te werken. Want dat ga je tijdens het examen ook niet krijgen, zo'n 3D model. Goed, ga naar de toets. Ik ga inloggen in Kween en dan kan ik hier naar de ME2T15 opbergkastje. En dan ga ik gewoon starten met de eerste vraag. Afmetingen van het bovenblad. Goed, dan ga ik naar de tekening. En dan kan ik hier, hier zie ik dus dat het, uh, dit is het bovenaanzicht hè. Dus hier zie ik eigenlijk gelijk het blad ligt erop. Laat je niet misleiden, dit is de onderkant, de rondmaat. En hier gaat het over de bladmaat. Dus uh, altijd belangrijk, wat is het voor materiaal? Want dat heeft invloed op lengte, breedte, dikte. Ik kan hier zien in de doorsnede dat het uh, gearceerd is als spaanplaat. Ze hebben geen richting aangegeven, dus dat betekent dat het iets van geplastificeerd is. En als ik wat meer inzoom dan... Had ik kunnen zien dat het heel dik aan de buitenrand gearceerd is. Dus dat zegt mij dat het HPL is. Dus de lengte van het materiaal is de langste maat. Dus het is 480 bij 365 en de dikte is 18. 480. We hebben voor bij 365 bij 18. Goed. Dan naar de volgende vraag. Welke afmetingen hebben de ladezijden? Hier zien we de ladezijde. Die, zit, die zitten dus hier aan de voorkant. Dat kan ik in deze doorsnede goed zien. In een hal, half verdekte Aan de voorkant zijn ze niet zichtbaar. Aan de zijkant zijn ze wel zichtbaar. En uh, ik denk dat het hier het makkelijkste is om de lengte te gaan vinden van de, van de la, zijkant. Ik pak gewoon even mijn rekenmachine erbij. Mag je tijdens de, de kennistoets ook. En dan zie ik dat van. Oh, ik zal hem eventjes zijkant zetten, dat het van hier naar hier dus 287 is. Ik heb een dikte van mijn achterstuk. Ik heb hier nog een stukje achteraan zitten van 12 mm. Dus de lengte van mijn lazaaistuk is 311 van hier naar daar. Maar er zit ook nog een zwaluwstaart aan vast en dat is deze maat. Dus dan kom ik uit op 325 mm lang. De breedte, dat kan ik, ik kan hier heel goed, zoen, heel goed zien van waar tot waar die loopt. Dus hij loopt van hier tot daar, dat laatste stuk. En dat maakt, het staat er eigenlijk al exact bij, 100 mm breed. De dikte kan ik hier ontdekken is 12 mm. Dus 100 bij 12. Welke afmeting heeft de ladebodem? Goed, de ladebodem is van triplex. Dus dan gaat het over de arsering. We zien hier een dubbele uh, streep staan. Dus dat betekent dat het triplex hier kops is. Hier is het langs. Dus dat betekent dat de lengte richting van, van, het, uh, van de ladebodem is deze richting is. En de breedte richting is deze richting. Dus nou, gaan we eens even zoeken. Staat ergens de tussenmaat van de romp erbij? Dat zou makkelijk zijn. Hier hè, hier kan ik dan wat zien. Dat is 412 mm, dus de maat van hier. Van, uh, aan de binnenkant van hier naar daar is 412. Deze mate is 5. Dus ik hou hier 7 mm over. Dus wat ik krijg is 412 min 14. Want dat zit aan twee kanten. Dus 412 min 14 is 398 mm. Dat ga ik maar even intypen. Dat is de lengte. En de breedte is deze maat. Het gaat even over deze maat. Staat die erbij? Ja, wacht, deze hier staat 5 mm. Dat gaat over deze maat. En dit is ook 5 mm. Nou, dan gaat hij weer, want dat hadden we net bij het zijstuk ook. We hebben dus hier van hier naar hier 287 plus dikte Achterstuk 12, plus 5, plus nog eens een keer 5 hier aan deze kant. 309 mm. En de dikte van het materiaal, die zie ik hier, 4 mm. Welke afmeting heeft het afgewerkte deurpaneel? Dat is dus kennelijk afgewerkt. Dat is belangrijke informatie, denk ik. We zien hier het deurpaneel. Ik zal even een klein beetje uitzoomen waar ik naar kijk. Hier zien we het deurpaneel aan de zijkant, want we zagen hem hierdoor. We kijken die kant op. Dus we kijken tegen de zijkant van het paneel aan. En als ik dan een beetje inzoom, dan zie ik ook hier dat er. HPL opgeplakt zit. En het is ook weer spaanplaat. Dus dat is de afwerking van het materiaal: is, is dat er HPL op zit. En ik zie hier goed de dikte van het materiaal: is 8 mm. Dus het materiaal uh, heeft geen lengterichting of breedterichting, maar het heeft wel een langste maat. En dat is dan de lengte. Nou, 292 is deze maat. Dus van hier naar daar. En dan zit hij ook nog in een groef. Dus er komt nog 12 mm bij, dus dat maakt uh, 294, 304. En dan is het even belangrijk hoe breed die is, wat dan de lengte en de breedte is. Ik ga gewoon even, om het niet te vergeten, 304 intypen, ongeacht of het lengte of breedte is. Hier kan ik heel goed zien hoe dat zit met die andere maat. 312 plus 6 plus 6. Dus 314, 324. Dus dat is de langste maat: 324 bij 304. En de dikte was 8. Afmeting van het la-achterstuk. Hier zien we hem. We hadden hem net al een paar keer gezien. La-achterstuk. Dat loopt dus tot de bodem. Dus het zit op de bodem. En hier zit hij vrij van. Het gat waar de lade ingaat om de lucht eruit te kunnen laten als je de laad dicht schuift. Uh, en die maat is 8 mm. Hier staat die exact bij, de breedte. Dus de breedte is 76. Dat kunnen we heel makkelijk vinden. Nu de lengte. Nou, we hadden net al ontdekt dat we hier heel makkelijk kunnen zien de tussenmaat van de romp. hè? Dus 412 mm. Dus van hier naar daar is 412. En... Uh, hier zie je zo'n stippenlijntje lopen. Nou, ik had in mijn uitleg al een beetje verteld dat hier zit een inkrozing. Dus het achterstuk loopt van hier naar daar. Wat betekent dat het de binnenrondmaat is? 412 min die 7 en aan de andere kant 7. Dus 412 min 14 is 398 mm lang. 76 breed en de dikte die vind ik hier is 12. Dus bij 76 bij 12. De penlengte, de penbreedte en de pendikte van het deurtje in het deurtje zit een pennengatverbinding. Hier zie je hem heel goed aan de voorkant. Dan zie je een spadpen lopen. Pen pen penlengte is dit dus. Hè, want je regel loopt in deze richting qua houtdraad. Ja, dus dit is de penlengte, dit is de penbreedte En de pendikte, die zie ik hier. En hier heel goed. Hier trouwens ook. Um, dus ik ga eventjes kijken of ik hier wat van kan maken. Ik zie dat hier de houtbreedte is aangegeven. Dus van hier naar daar is 50 mm. Maar dan weet ik nog niet hoe dat met die pen zit. Dat ga ik hier duidelijker zien. Hier kijk ik op de kop van die pen. Dus hier zie ik dat die 34 mm breed is, de pen. Maar hij, is, hij heeft ook nog een spatpen van 10 mm breed. En dan staat er in de tekst heel duidelijk: inclusief spatpen. Dus. Dat betekent dat de maat die gevraagd wordt van hier naar daar is. Dus 44. De penlengte. Die, die zien we hier niet zo goed. Hier trouwens wel de pendikte. Dat hadden we net al met dat paneeltje. De dikte van de pen is net zo dik als de pen. Hier kunnen we wel iets met die penlengte doen. We zien hier dat hij hier 12 mm. Dat ze hier 12 mm hebben laten staan, wat betekent dat de lengte 50 min 12 is. Dus 50 min 12 is 38. Breedte van de pen hadden we gezegd 44, en de dikte is 8. Hoofdmate van het meubel. Geef alleen het getal op deze wijze. Breedte, diepte, hoogte. De hoofdmate van het meubel. Dan zou ik altijd in de overzichtstekening gaan kijken. Laat je niet misleiden, want ze hebben een paar maten erbij gezet. Waar je in principe niks mee moet doen. Dit is de hoogte, 650. De lengte, of de breedte in dit geval, breedte is 480. 365 is de diepte. Dus breedte, diepte, hoogte. 480, 365 en 650. De volgende vraag is de afmeting van het uh, lavoerstuk. Dus de afmetingen van, de, van het lavoerstuk. Gaan we naar de tekening. We um, zien hier de lengte van het lavoerstuk. Dus je zit tussen de romp geklemd. Zou ik die maten bij elkaar op kunnen tellen? We hadden al eerder in de tekening gezien dat de tussenmaat van de romp eigenlijk letterlijk erbij staat. Dus 412. het laafworstel is 412, dus 412 mm lang. In de hoogte zien we hier de zijkant van het laafworstel met die zwaluwstaart. In de, de breedte moet ik zeggen van het laafworstel uh, staat er letterlijk bij ook 100 mm. En de dikte is 20. Dus 412 bij 100 bij 20. Afmeting van, het, van de stuitklossen van de lade. Wat wil zeggen dat de lade dus niet helemaal uh, erin gaat. Hier zie je een, ja, eigenlijk een, een, een latje met twee kruiskopschroeven erin. Dat is die stuitklos. Die zorgt er dus voor dat die la. Uh, eigenlijk precies hier blijft staan. Dus uh, volgens mij is de verkenning aan de voorkant, hier te zien bij de deur, 3 mm. Dus ook het la voorstuk zit 3 mm uh, voorstekend in de romp. En daar zorgt eigenlijk die stuitklos voor. Nou, hier zien we de, de, dat de, de lengte van de stuitklos 55 mm is. Uh, de dikte is hier aangegeven, 15 mm. Dan willen we alleen nog de andere richting. Dus de breedte of de dikte van de stuitklos weten. En die kunnen we hier vinden. Hier zien we ook die stuitklossen aan de bovenkant. Dat is ook 15. Dus hij is 55 bij 15 bij 15. De boordiameter bij het boren van de langwerpige gaten voor de pen en gatverbinding van het deurtje. In het deurtje hadden we al eerder gezien: zit een pen- gatverbinding. De dikte van de pen is 8 mm. Dus het gat waar de pen in gaat is ook 8 mm. Dus de diameter van de boor is 8 mm. Welk materiaal wordt er voor de ladebodem toegepast? De keuze uit triplex MDF, backboard, gefineerd triplex. Nou, uh, in de arcering kunnen we zien. Dat het in ieder geval triplex moet zijn. Dit is de assering van triplex. En ik zie dat er geen laagje opgetekend is. Dus dat is dus triplex zonder fineer. Dus antwoord A: afmeting van de massieve tussenregel. Oké, okay. er zit een. Uh, even wat verder uitzoomen We hebben weer overzicht: um, um, we hebben een la en een deur. En daartussen zit een, een regel, en dat bedoelen ze met die tussenregel. Dus in deze doorsnede zie je dat ding op de kop, hè? Dit, dat is deze regel. En die, die, die zit tussen de romp. Want dat kan ik ook heel, hier heel goed zien in het uh, aanzicht. Die zit daartussen. Dus de lengte is weer die 412 mm. De breedte is uh, net zoals de bovenregel 50 mm en de dikte is 20. Dus 4, 12 bij 50 bij 20. Welk plaatmateriaal wordt er toegepast voor de, de zijkant van het meubel? De zijkant is dit hè. Nou hier zie je geen assering, hier wel. Dit is ook de zijkant. De assering is dus spaanplaat. En er wordt een richting aangegeven, dus dat wil zeggen dat dit dus fineer zou moeten zijn. Dus gefineerd spaanplaat, want het is geen multiplex. En het wordt niet met HPL beplakt, het is geen triplex. En het is ook geen gefineerd MDF, maar het is gefineerd spaanplaat. Welke afmetingen heeft het gefineerde plaatmateriaal van de zijkant? Dus dat gaat wederom over. De zijkant van het kastje. Nou, dit wil zeggen dat het fineer in de, in de lengte, dat we op de kopse kant van het fineer kijken, met andere woorden, dat de, de richting van het fineer in de richting van de lengte van het paneeltje is. Dus als het kastje 650 is en de plint is 81. En de, het blad is 18, dan gaan we dat er aftrekken. Dus we hebben 650 mm min dikte blad, dat is 18, min de plint is 81. Is de lengte 551. Dus de lengte van het zijkantje. In de breedte richting, dat is dus deze richting. Uh, gaat het uh, over het gefineerde plaatmateriaal, dus dat is exclusief herlijst. Er zit hier een, een massieve lat opgelijmd, die is 5 mm dik. Dus we hebben aan zijkant, aan materiaal, hebben we dus 350 mm materiaal, min 5, dus 345 mm materiaal. En de dikte is uh, 19 mm. Dat zou het antwoord moeten zijn. Buitenwerkse afmeting heeft het deurtje. Dus de buitenwerkse afmeting Dus het gaat over hoogte, breedte, dikte van het deurtje. Oké, okay, hier kijken we op de bovenkant van de deurtjes. Dus hier hebben we het over de breedte van de deur. Dat loopt dus van hier naar daar. Nou, dat is weer eigenlijk een beetje eentonig, maar dat is weer die 412 mm. Dus dat is de breedte. Wat is dan de lengte? Dat zou deze richting moeten zijn. We kijken hier tegen de zijkant van de deur. Dus de lengte richting van het deurtje, of de hoogte, is deze maat. Dus dat maakt hier duidelijk zichtbaar, we dus hebben de exacte maat gegeven, 392 mm. En de dikte is net als het voorstuk 20 mm, meen ik. Even checken hier. Hier staat het er niet bij. No, dus in ieder geval, ja, hier is het duidelijk zichtbaar 20 mm. Dus 3,92 als hoogte en de dikte is 20. Hoeveel zit het la voorstuk voor de afwerklijstjes van de zijkant? We hebben het net al even kort over gehad. Hier zien we dat heel goed. Dit is de la voorstuk. Dit zijn de afwerklijstjes, dus de maat die, die ervoor zit is 3 mm. Welke naam heeft de verbinding die het la-voorstuk met de la-zijde verbindt? Hebben we het ook al eerder over gehad. Uh, La-achterstuk met de la-zijde is heel, heel duidelijk hier zichtbaar. En dit noemen we een inkrozing. Waarom noemen we dat een inkrozing? Als we het laadje open trekken. Dan zien we heel duidelijk hier dat de, dat is, is eigenlijk een soort groef. Maar deze zit haaks op de houtnerf. En dat is de definitie van een inkrozing. Dus dit noem je een inkrozing. Antwoord B. Hoe, hoe, hoeveel diep moeten de deufelgaten in de zijkanten geboord worden volgens tekening? Nou, dat zou moeten zijn hoe diep. Hè? Dat uh, <laughs> klopt Nederlands talig niet helemaal. Dus hoe diep moeten de deufelgaten in de zijkant geboord, geboord worden volgens tekening? In de zijkanten. Hier zien we die duivelgaten. Die, die zorgen ervoor dat de, de regel aan de voorkant vast zit aan de zijkanten. En die deuvels, die zijn 30 mm lang. Nou, uh, staat ergens hier de mate bij? Ik zie hem nog even niet. Hier zien we het. We zien hier dat die 18 mm in de regel zit en 12 mm in de zijkant. En dat is precies de vraag, dus in de zijkant 12 mm. En hoe diep moeten ze nou in de regels geboord worden? Nou, hebben we net ook gezien, is dus 18. Hoeveel is de hart-op-hartmaat van de deuvels in de regels? De hart-op-hartmaat... Hard op hard maat is altijd van het centrum van het, van, de center van het gat. Dus het midden van het gat, naar het volgende midden van het gat. Dus dat is in dit geval hier duidelijk aangegeven. Vanaf de voorkant 14 mm. Dan 24 mm opschuiven. En dan 12 tot de achterkant. Dus deze maat is hard op hard, 24 mm. Hoeveel lamello's wordt er in het meubel toegepast? Oké, okay, uh, hoeveel duivels? Nou, ik zie of hoeveel lamello's? Ik zie dat er alleen maar lamello's zijn toegepast in de plint. Verder heb ik ze nergens kunnen ontdekken, dus ik zie hier uh, de plintbak. De plintbak die is zo opgebouwd dat uh, aan de voorkant loopt die door. Dat kan je hier een beetje zien. En hier zie je ook aan de zijkant dat er een kopkant te zien is. Dus dat betekent dat deze doorloopt en dat deze er tegenaan zit. En vastgezet met een lamello aan de voorkant. En aan de achterkant het achterstuk van die, van die plintbak. Die zit er tussen. En dan zit er ook aan deze kant en aan die kant een lamello. Dat zie ik op tekening. Als ik hier in het SketchUp model kijk, zie je dat nog misschien wat duidelijker. Dus hier zit een lamello, daar zit een lamello, daar en daar. De andere woorden, in totaal zijn er dus vier lamello's in de hele tekening vindbaar in het meubel. Wordt het plaatmateriaal dat je voor de ladebodem toegepast, belijmt, toepast, belijmd? Nou, voor de ladebodem, we hebben het al even benoemd. Hier zien we triplex. En dat triplex is dus niet. Belijmd. Dat is dus gewoon triplex. Wordt niet belijnd. Is het paneel van het deurtje van een afwerklaag voorzien? Ook al een keer benoemd, is dus HPL. Dus is voorzien van een geplastificeerde laag. Welke afmeting heeft het achterschot? De achterwand, dus. He, welke af afmeting heeft dat? Gaan we kijken. Het is het materiaal ook weer te zien is arsering spaanplaat met een HPL-laag erop. Dus maakt de langste maat is lengte. Hij loopt vanaf het bedekt de hele romp. Dus onderkant romp um, onderkant blad. Um, we hadden. Al gezien dat de hoogte van het meubel 650 min 81 van de plint aan de onderkant. Dan hebben we dus deze maat van blad tot onderkant plint. Als we de bladden dan ook aftrekken, 18 mm, zitten we op 551 mm in de lengte. Vermoed ik, ik denk dat dat de langste maat is. De breedte maat is deze maat. Is totaalmaat 450 mm. Min dit stukje. Dus dat is 2 keer 6 is 12. En dan hebben we nog de dikte. Dus we hebben voor de breedte 438. En we hebben voor de dikte dat hij zit dus 1 mm vrij vanaf de achterkant, de dikte van het materiaal is 6 mm. Welke naam nou heeft de verbinding die de die het la -voorstuk met de la zijde verbindt? Uh, dus dat is een uh, dat 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 is dus die die zwaluwstaart hè, waar we het al een paar keer over gehad hebben. Hier zie je hem goed. Zwaluwstaart. En uh, hier zie je hem indirect. Je ziet hier een stippenlijn lopen. En dan zie je dat die stippenlijn niet dat hij hier stopt. Hè? Dus, dus dat, dat, dat het niet helemaal open is die zwaarde Dus in dit geval kun je kiezen uit verdekt. is dus helemaal niet zichtbaar. Half verdekt is die aan één kant zichtbaar. Dus dat is de goede keuze. Open zwaarder aan twee zicht, kanten zichtbaar. Een schuif, zwaardig, en schuifzwaardestaart zou je naar bovenkant erin schuiven. Dus dit is het juiste antwoord. Welk plaat, plaatmateriaal wordt toegepast voor het blad? Ook al een paar keer besproken. Het is in ieder geval spaanplaat. En uh, er zit een dikke laag op. Dus dat is HPL. Hoeveel duivels wordt er in het meubel toegepast? Die duivels die zie je hier op een hele goede, goede manier aan de bovenkant. Hier zie je in deze doorsnede, doorsnede E. Zie je dat ze aan de voorkant zitten, aan de achterkant. Dus het is een regel aan de voorkant aan de achterkant. 2 per kant. Dus dat maakt dat je er hier 4 hebt, daar nog eens 4, maakt 8. Hier nog eens 4, maakt 12. 12 dus. Welke afmetingen hebben de afwerklijsten die toegepast worden langs de zijkant van het meubel? We hebben hem al een paar keer gezien. De zijkant van de meubel zit hier een lijstje, een houten lijstje. Dus in ieder geval uh, de dikte was 5 mm. Dat hadden wij al eerder een keer ontdekt. Hier is dat goed zichtbaar, 5 mm. Um, Dikte. Breedte zou 19 moeten zijn. Dat is gewoon de dikte van het plaatmateriaal. Dekt die af. Dus 19 bij 5. Nou, en de lengte. Die zou gewoon over de hele lengte van je zijkant moeten zitten. Dus dat was 650 min 81 min 18. Is dus 551 millimeter lang. 19 bij 5. Millimeter. Hoe diep moet de groef in het lavoorstuk gevreesd worden? Hoe diep zou dat moeten zijn? Um, in het lavoorstuk? Hier heel goed zichtbaar. Hier zit het lavoorstuk groef voor de labodem. 5 mm diep dus. En welke afmetingen hebben de laadlopers? De laatste vraag. Dat is een uh, lastige. Waarom is dat een lastige vraag? Die lalopers. die zie je heel, heel, heel duidelijk hier duidelijk. Dat is een latje waar de la overheen schuift. Um, maar er zit hier voor zit ook een regel. Dus die lalopers die kunnen nooit verder doorlopen dan hier. Dus, dus is de lengte van de laloper nou van hier tot daar, of is die van hier tot daar? Dat is een beetje het lastige van de vraag. En ik zou zeggen, het is van hier naar daar, want dit is de voorregel. Ik kan nog even wat duidelijker laten zien door hem hier uit elkaar te trekken. Hier zie je die situatie heel goed. Dus dit is dan de laanloper. En hier zit de voorregel. En daar zit die tegenaan gestuit. Dus als je die lengte wil weten, dan is het dus zo dat het uh, 243 is. Dat is de maat tussen deze twee regels. En dan komt die 50 hier nog bij. Dus dat is 243 plus 50. Is 293. De breedte is 20 en de dikte is 15.